Welkom allemaal in deze heel speciale week. De week dat iedereen leest. We nemen jullie terug mee naar de familie van voorlezen en de zeven geitjes. Want soms doen ze heel speciale dingen. De familie van voorlezen doet soms heel speciale dingen. Niet waar, Julia? Naar buiten! Ja, van zodra het kan, hè? Wat zit er in uw rugzak, Julia? Wat koekje. Ah, haha, koek! Maar dat is voor straks. Want, aha, een boek. Kan je al lezen, Julia? Ja. Leven van bomen. Het leven van bomen. Zullen we eens kijken? Het leven van bomen. Wow. Oeps. De wind waait de blaadjes zo. Wij moeten niks doen. De wind doet het in onze plaats. Bomen halen adem. Blaadjes zijn heel belangrijk voor de bomen. Daarmee zorgen ze voor eten. Als ze honger hebben, dan zorgen de blaadjes ervoor dat ze suikers binnenkrijgen. Weet je hoe dat gaat? Nee. Wist jij dat bomen suikers eten? Nee. Dus die koekjes, daar zit ook suiker in. Nee. Eten bomen koekjes? Nee. Dan. Haha, spannend. Zullen we eens lezen, Juliaan? Ja. Het licht geeft de bladeren de energie om suiker te maken. Dat doen ze door een beetje water te mixen met bepaalde dingetjes uit de lucht. En daarvoor hebben ze energie nodig en die halen ze uit het licht van de zon. Dus wat hebben de bomen nodig om suiker te maken? Een deeltje van de lucht. Bladeren. Ja, en ook nog de lucht. Het licht, ja. De zon. De zon, zeker. En zo kunnen ze dan ademhalen. Ze ademen in en uit, net als jij. Maar zij doen het met een mond die lippen heeft. En die mond hangt onderaan de blaadjes. Duizenden mondjes. Aan de onderkant van de blaadjes. Zullen we eens kijken, Julia? Zeg een keer aan een blaadje. En dan gaan we een keer kijken of je de mondjes ziet. Oh ja, als je goed kijkt. Misschien hebben wij een microscoop nodig. Zullen we dat een keer meenemen naar huis en dan kijken of we die huidmondjes kunnen zien? Ja. Ja, dat gaan we doen, hè? Ja. Voorlezen bij de familie van voorlezen, dat gaat niet altijd in één ruk. Soms doen ze 5 maanden eer ze 1 boek uitgelezen hebben. Soms duurt het 1 jaar. Maar nu kunnen wij nog eens gaan kijken naar die andere boom daar, hè, Julia? Ja. Ja, we lezen in stukjes en dat is heel plezant. Zijn we weg? Oké. Okay.